Ruben Lijon, je bent vrij nieuw nog bij de Graafschap. Pas vanaf maandag je eerste training hier gedaan. Veel ervaring natuurlijk, bij veel clubs gezeten. Hoe zijn je eerste dagen hier bevallen in de Achterhoek? Ja, mooi. Ik ben goed opgevangen door de jongens. En een paar kende ik af van het verleden. Maar buiten dat ben ik heel goed opgevangen door iedereen. Wie zijn dat die jij kende? Oezo ken ik dan van Ajax. Stefan Pek samen met Erik Bakker. En Saranus. En ja, de rest ken je wel van gezicht. Frankie, hoe heb jij dat? Hoe heb jij dat beleefd, die 3-0? Bijzondere avond tegen NAC, ook nog een keer jouw oude club. Ja, ik was in het stadion. Er zat wel heel veel druk op. In het begin van de wedstrijd zag je dat ook. Maar naarmate de goals vielen, dan zag je dat het blijdschap er vanaf vloog bij iedereen. En dat je dat ook gewoon echt nodig hebt. Dan zie je jezelf daar natuurlijk ook al staan op dat veld, op links of op rechtsback? Ja, klopt. Het liefst zo snel mogelijk. Links of rechtsback? Allebei. Maar wat is jou daarbij verteld? Dat ik voor beide posities moet strijden en dat ik één van de drie ben die daar kan spelen. Je bent topfit, neem ik aan? Ja. Direct inzetbaar? Ja, zeker. Ik ben direct inzetbaar. En hoe zie jij die strijd tegen degradatie? Als je ook natuurlijk weet dat nu alles helemaal dicht bij elkaar is gekomen. De Graafschap weg is van die laatste plaats. Het vertrouwen natuurlijk ook logischerwijze toeneemt. Hoe kijk je daarna? NAC, dat helemaal geen goede indruk maakte natuurlijk afgelopen vrijdag. Maar ook de clubs daar net boven. Dat het alle kanten eigenlijk nog op kan gaan en er is nog niks verloren eigenlijk. En je moet zoveel mogelijk punten pakken en het liefst pak je ook nog bonuspunten met grote wedstrijden ertussen. Zo'n grote wedstrijd is natuurlijk komend weekend tegen Feyenoord. Geweldig, hè? Ja, het is mooi. Je kan stunten eigenlijk. Feyenoord heeft ook een moeilijke periode, dus het is mogelijk. Wat proef je in de groep over die wedstrijd? Je zegt al, stunten, zou kunnen. Ja, dat je toch wel met vertrouwen er naartoe gaat, omdat je in de Kuip speelt. Fortuna heeft het gedaan bijvoorbeeld. Ja, die hebben het ook gedaan, dus waarom zouden wij het niet kunnen?